Eindhoven groeit en dat betekent dat er de komende jaren volop wordt gebouwd. Van appartementen in het centrum, villa's aan de rand van de stad tot sociale huurwoningen in de wijken. Om ook voor Eindhovenaren met een smalle beurs genoeg betaalbare woningen te hebben, liggen er volle plannen. Ruim 3500 huurwoningen moeten erbij komen. Welkom bij Studio Stadhuis. Er wordt volop gebouwd in de stad. Eindhoven zit in de lift en de woningmarkt trekt aan. In rap tempo wil de stad groeien en dat betekent dat er veel huizen en appartementen bij moeten. Woningcorporaties en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en afspraken gemaakt. Binnen 5 jaar ruim 3500 huurwoningen erbij. In de wijken, maar ook in de binnenstad. Die stad die groeit en op alle plekken wordt er volop gebouwd. En ik vind het belangrijk dat niet alleen duurdere woningen worden gebouwd, maar ook betaalbare woningen. En met deze grote aantallen denk ik dat we voor iedereen die in de stad woont een extra plek hebben. De woningmarkt trekt eraan. En als de woningmarkt aantrekt, dan zijn er weer veel ontwikkelaars die mooie woningen willen bouwen. En dat betekent dat er ruimte wordt gebruikt. En dat betekent dat er ruimte voor sociale woningbouw wel eens in de knel zou kunnen komen als het aan de vrije markt overgelaten wordt. Dus daarom hecht ik ook heel erg aan goede afspraken daarover in de stad. Genoeg betaalbare huurwoningen voor Eindhovenaren met een kleine beurs. Dat is de inzet van woningcorporaties en de gemeente in nieuwe afspraken. Huurdersverenigingen kunnen leven met die afspraken, al kan het nog wel een stuk beter. Als je het aan een huurder vraagt wat hij wil, dan wil hij zeggen een matige huur, een goede woning, een woning van goede kwaliteit en een leefbare buurt. Nog beter zou kunnen om voor die woningen ook de juiste verdeling over de diverse groepen te hebben. Er zijn een aantal groepen die het gewoon erg moeilijk hebben op het ogenblik van huurders. We hebben het dan vooral over eenoudergezinnen. Gezinnen met veel kinderen en oudere mensen met een klein aanvullend pensioentje of helemaal geen. En ja, om daar de woningen betaalbaar voor te houden is eigenlijk een streven van ons. Genoeg aanbod en betaalbaarheid is één ding, maar er liggen meer afspraken. Zo moeten huurwoningen energiezuiniger worden, met bijvoorbeeld renovatie of het plaatsen van zonnepanelen. Of het opkrikken van de leefbaarheid met onder meer wijkactiviteiten. En speciale aandacht voor Eindhovenaren die heel snel goedkope woonruimte zoeken, maar niet staan ingeschreven bij een corporatie. Voor hen is er flexwonen, zoals hier in Gestel, waar uiteenlopende doelgroepen onder één dak wonen. Van vluchtelingen en arbeidsmigranten tot studenten en gescheiden mannen en vrouwen. Het is ook mix, maar de goede. Alleen maar goed samen. Geen probleem. Kijk, gezellig. En de buurt ook, lekker rustig. We hebben uiteindelijk van niemand geen last, winkels dichtbij. Er zijn mensen die heel snel een woning nodig hebben. Daar hebben we op zich al een prima vangnet voor. Dat heette vroeger urgentie. En wat we in feite doen is nog eens een vangnet onder het vangnet stoppen. Namelijk voor mensen die zeggen van ja, maar buiten alles om wil ik eigenlijk zo snel mogelijk een woning hebben. Daar proberen we wel wat voor te doen. Maar in principe is die vraag natuurlijk heel groot. Omdat iedereen, als hij eenmaal bedacht heeft dat hij wil verhuizen, eigenlijk meteen morgen zou willen verhuizen. Naar het liefst naar de woning van zijn dromen. En dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Ik denk dat we in de komende periode ook goed in de gaten moeten houden hoe we die spoedzoekers nog beter kunnen bedienen. Maar daar zijn we ook met andere experimenten bezig. Dus het is niet alleen maar woningen toevoegen. Maar je kunt ook kijken, en daar hebben we ook dit jaar afspraken over gemaakt, hoe je inschrijfduur kunt combineren. Dus dat je samen een woning kunt huren. En daarmee dus ook meer mensen in één woning kunt huisvesten. Mooie ambities, aldus de gemeente en de corporaties. Het woord is nu aan de gemeenteraad. De Eindhovense politiek juicht het toe dat er volop wordt gebouwd in de stad. En dat corporaties en de gemeente daar samen afspraken over maken. Maar veel fracties missen een goede onderbouwing.
We weten niet hoeveel mensen er op wachtlijsten staan. We weten niet hoeveel geld de corporaties hebben om te investeren. Dus we weten ook niet waarom de wethouder doet wat hij doet. Wij kunnen als raad eigenlijk niet goed controleren of dat ook klopt wat de woningcorporaties denken. Dat er meer gebouwd wordt is natuurlijk altijd goed. Maar of dat ook daadwerkelijk helpt, ja, dat weten we dus niet. Want we weten niet wat er ook allemaal binnenkomt hier. En dadelijk wat er allemaal gaat gebeuren. Van mensen die dan urgent bijvoorbeeld een woning nodig hebben. Mijn grootste bezwaar is dat ik geen flauw idee heb of wij het goed doen en wat wij daaraan kunnen bijdragen. Sommige corporaties kunnen heel veel investeren, de andere heel weinig. Maar hoe de keuzes gemaakt worden, geen flauw idee. Een van de problemen waar de gemeenteraad weinig zicht op heeft, zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Een van de problemen waar veel Eindhovenaren mee te maken hebben. Volgens wethouder Torrenoglu moet de bouw van duizenden nieuwe woningen helpen bij het wegwerken van die wachtlijsten. Sommige fracties hebben daar niet veel vertrouwen in. We worden er regelmatig op aangesproken. Dat mensen zeggen van ja, wij staan te lang op een wachtlijst. En ja, mensen zijn er niet alleen bezorgd over, maar zelfs ook boos. Vooral als je dat afzet tegen de voorrang die er verleend wordt aan statushouders. En dat moet je dus wel in evenwicht zien te krijgen. Ik heb ook in die situatie gezeten, na een relatie over. En ik wilde zo snel mogelijk een andere woonruimte hebben. Dat je dan inderdaad 6 maanden is dan wel erg lang om daar andere oplossingen voor te vinden. Ik denk dat het in Eindhoven nog wel meevalt. We hebben tot nu toe niet heel veel mensen die echt helemaal dakloos zijn omdat ze echt geen woning kunnen vinden. Maar ik denk wel dat er mensen wonen zoals ze niet willen wonen. En dat er een aantal mensen zijn die bijvoorbeeld bij andere mensen tijdelijk maar inwonen omdat ze niet een huis kunnen vinden. De grootste coalitiepartij PvdA maakt zich vooral zorgen over de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen in de stad. Hoewel de huren nauwelijks stijgen, hebben sommige bewoners het toch heel moeilijk. Vooral de eenoudergezinnen en de ouderen met een klein pensioen, en dat zijn vooral vrouwen, dat kregen we ook te horen. Die hebben, als het even tegen zit, een woonlasten van 42% van hun inkomen. Wat we nu doen, is in ieder geval helpt de betaalbaarheid niet. Alle bewoners van sociale huurwoningen worden als één groep gezien. Terwijl we uit de praktijk weten dat die mensen echt wel een verschillende portemonnee hebben. En dat sommigen die ondersteuning echt nodig hebben en anderen misschien helemaal niet. En dat onderscheid wordt helemaal niet gemaakt. Dus de wethouder zegt dat hij voor betaalbaarheid gaat, maar in de praktijk zien we heel wat anders. Met steun van hulpverleningsorganisatie Wij Eindhoven wil de wethouder beter zicht krijgen op huurders die financieel in de problemen zitten. Met die aanpak heeft de politiek vrede. Ook steunt de politiek de bouw van flexwoningen om Eindhovenaren die met spoed onderdak zoeken tijdelijk te helpen met een woning. Maar de fracties zijn veel minder te spreken over de ambities van de wethouder voor meer energiezuinige woningen. De gemeente zegt we willen echt grote stappen maken en we zetten een stip op de horizon voor 2030 en voor 2050. Als je daar uiteindelijk zeg maar wil uitkomen op energie-neutrale woningen en echt wil zorgen dat tegen die tijd je woning bijna geen energie meer vraagt, dan moet je nu al stappen zetten en dat doen we niet. Kun je niet zeggen, wij moeten afwachten dat de techniek beter wordt. Nee, we moeten in nu, 2017, moeten we volop stoom daarachter zetten, dat het ook echt vooruit gaat. De corporaties en de wethouder kunnen aan de slag. Al moeten de ambities soms hoger, meer zicht op de groep Eindhovenaren die op zoek is naar een huurwoning en meer energiezuinige huizen. Dit was Studio Stadhuis. Over een paar weken zijn we weer bij u terug. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan.